We zijn weer bij het pretpraatloket van de Jostie Band. En ik heb Katie voor het loket staan. Die kent u inmiddels wel. En Katie heeft goed nieuws. Katie, ja, zeg het eens. Ik, ik mag nou buiten de trein. Ja. En ook met een mondkapje opdoen. En uh, ook bezoeken. Mag ik uh, ontvangen? Oh, dat zijn mooie berichten, Keten. Dus je mag een boodschapje weer doen in de supermarkt, denk ik, hè, in Zwammerdam. En dan moet je wel een mondkapje op. Ja. Nou, voor de veiligheid, dat is heel verstandig. En je mag bezoek ontvangen. En Jos ook. Jos ook, die bij je woont. Jos uh, Brink, wat ja. leuk. Nou, dat vind ik echt uh, goed nieuws. Kijk, daar word je heel blij van zeker. Ja, ik ben wel blij. Nou, want Ik bel zo straks naar mijn zussen. Ja, wat fantastisch, joh. En ja. het is heerlijk weer. En wat vertelde je nou net? Wat gaan ze vanmiddag doen hier uh, in Zwammerdoen? Ja, Wa Oh, ik, ik zorg. het vanmiddag nog warmer wordt. Oh, ik ga zorgen dat ik niet in de buurt ben, want dan word ik nat gegooid. Ja, kom, uh. Nou, misschien kom ik wel even kijken. Ja. Nou, topnieuws, Katie. Dankjewel voor dit leuke bericht. En ik zie je gauw weer. Oh ja, en jij hebt gisteren ook nog een livestream gekeken. Ja, heb ik gekeken. Van Martin Mansen. Ja, wel een beetje val. Maar ja, van Wie? Oh, nee, ik zat er nog wel een beetje naast. Dus ik denk dat je mij gehoord hebt. Nou, dankjewel, Katie. Tot gauw weer, Ja. Doeg!